Niet alleen voor de kinderen en de ouders is de hereniging spannend. Ook voor John is het vaak een rollercoaster van emoties. Ja, soms zit ik ook wel gewoon met een hartslag van 200 in de auto. Als het allemaal achter de rug is en een vader of moeder zit dankbaar achter op de achterbank in de auto. Helemaal ja, met het kind op schoot en helemaal gelukkig. Dat zijn natuurlijk wel de mooiste momenten. En hou jij je emoties dan ook wel eens in? Of? Nee hoor, ik heb regelmatig... Soms gewoon vanuit emotie een potje staan janken. Ik heb wel eens uit pure frustratie zitten janken in de auto. Dit gaat toch soms wel behoorlijk onder je huid zitten.